geld voor over. Daardoor gaan bedrijven vaak notabene veel te laag inschrijven. Met het effect dat dat ook niet ten koste gaat van het personeel. En dat we dan gaan roepen dat de loonkosten te hoog zijn. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Er moet gewoon een goede prijs worden betaald voor het vervoer. Precies. Dat zowel bedrijven een normaal rendement kunnen krijgen. En dat het personeel ook normaal betaald kan worden. Wat vinden jullie daarvan? Kom, aanbestedingen maken de sector kapot.